Weet u misschien iets van dat klooster aan de overkant? Dat moet ik me niet mee. Nee. Ja. Jullie zoeken, zij hebben het zoeken waar niks te zoeken is. Ga op andere plaatsen zoeken, waar nou wordt het. In Merkelbeek, Zuid-Limburg, groeit de irritatie. Men wil niet geloven dat er achter de muren van het plaatselijke klooster een gevaarlijke sekte zou schuilgaan. Maar ex-betrokkenen vertellen dezelfde schokkende verhalen. Het zijn echt wolven in schapenvacht, hoor. En je hebt heel veel geluk als je daar doorheen kunt prikken. Want ze kunnen ontzettend goed praten en ze kunnen zich heel mooi naar voren uitdoen. Ik ben daar zelf ook ingetrapt. En eenmaal echt erin, dan zie je pas hoe rot het is. Patrick Grothues was nog geen 15 toen hij hier voet over de drempel zette. Nu verhaalt hij over een internationale katholieke organisatie, het WERK, die hem 4 jaar lang in een wurggreep hield. In de tijd dat ik ingetreden ben, 15 kilo afgevallen. Ik sliep niet meer, ik kon mijn werk niet meer doen. Ik was gewoon helemaal hopeloos. Maar ja, contact met de buitenwereld had je niet. Ik kon niet naar een telefoon pakken en even mijn ouders, familie of weet ik wie dan opbellen en zeggen van jongens, kom maar halen of wat moet ik doen? Dat was er niet. Je zat vast? Ik zat echt vast. Ik had geen geld om in de trein te stappen, bij wijze van spreken, en naar Nederland te reizen. Ik had niks, helemaal niks. Hij staat niet alleen. De Belgische priester Rick de Villet sprak met een groot aantal ex-leden van het WERK. In dit boek brengt hij de organisatie in kaart. Het grote gevaar is dat mensen helemaal zichzelf verliezen. Dus gehersenspoeld worden, zichzelf herleiden tot een zombie, tot niemand. In het werk ben je niemand. 10 jaar geleden kwam dochter Lieve van mevrouw Toyer via een plaatselijke priester in contact met het werk. Het veranderde haar dochter in een totaal onbekende. Dat is weg, dat is. Je ziet daar uw kind voor u en het is uw kind niet meer. En het rouwproces heb je niet. Er is niemand die met u meeleeft. Je staat er alleen voor. En daarom blijf ik als moeder vechten. Lieve verdween naar een klooster in het buitenland. Elk normaal contact is sindsdien onmogelijk. Alleen met kerst stuurt ze een kaartje, ondertekend met een gelukkige Lieve. En priesters zeggen dan, ze schrijft toch dat ze gelukkig is. Ik zeg, moet mijn hersenspoed gelukkig zijn? Is dat nog geluk? Dat is geen geluk meer. Dat is een opgedrongen geluk. Dit zijn zeldzame foto's van leden van het werk die deelnemen aan een processie in België deze zomer. Ze ademen een sfeer uit van 40 jaar geleden. Het werk heeft alle kenmerken van een ondergrondse beweging. Niemand weet hoeveel mensen erbij zijn aangesloten. Er zijn vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Burkina Faso en Israël. Maar het hoofdkwartier bevindt zich in Oostenrijk, in Bregenz. Met Patrick Grothues keren we terug naar de plaats waar hij maandenlang gevangen zat, in het verziekte web van het werk. Hij neemt ons mee naar de kapel waar hij urenlang als broeder zijn gebeden prevelde. We zijn nog niet binnen of er verschijnt een bekende van Patrick, broeder Philip. Hij stuurt ons naar buiten. Elk gesprek blijkt onmogelijk. Het heeft geen zin met bepaalde mensen die alles draaien en keren. Nou ja, wij keren niks. We willen juist zo'n duidelijk mogelijk beeld laten zien. Daarvoor zijn we hier. Daarvoor komen we naar binnen. Dat is voor het duidelijk beeld. Nee, dat zeg jij. Ik denk er anders over, Philip. Dan wordt er op het raam geklopt. Voor de nerveuze broeder een teken dat hij binnen moet komen. Je kunt stoppen met filmen, alles mogelijk. Je kunt direct gaan. Nou, hier heb ik dus gewoond. Op die kant was mijn kamer. Dit is het broederhuis van de gemeenschap. In die tijd was dat zo, of dat nu ook zo is, weet ik niet.
Maar we gaan proberen. Maar ook hier blijft de deur hermetisch gesloten. Ja. Het is nog precies zelfs toen het was toen ik er was. Ja. Dat is Filip die we net hebben zien langrijden. Die waar we net mee gepraat hebben. Waar gaat hij nu naartoe? Geen idee. Ja, weet ik niet. Ja, ik zag hem toevallig in de flits. Dus ja, ze weten gewoon dat we hier zijn. En, In Bregenz komen alle herinneringen bij Patrick weer boven. Hij raakte in het klooster zijn vrijheid kwijt. Contact met de familie moest tot een minimum worden beperkt. Eventuele brieven werden streng gecensureerd. Brieven die ik dus van mijn moeder kreeg, die waren open en die waren gelezen. Daar zat meestal een briefje bij van, nou, daar en daar moet je op reageren. Ik schreef dan een brief terug, die ging naar mijn verantwoordelijke. Die las hem door en die gaf hem meestal dan nog eens aan mij terug met een paar aantekeningen, opmerkingen erbij, wat ik wel en wat ik niet moest schrijven. En dan gaf ik de brieven af en hij stuurde hem op. Toen hij het lef had om een postzegel te vragen, werd hij voor straf 2 dagen eenzaam opgesloten in een kamertje. In het klooster heerst een sfeer van wantrouwen. Elk lid is verplicht dagelijks een minutieus verslag te schrijven van alle gebeurtenissen en van alles wat er in hem omgaat. Ook opvallend of afwijkend gedrag van andere leden moet worden gemeld. Bovendien is er een verplichte maandelijkse biecht. Maar het biechtgeheim wordt niet gerespecteerd. Zo probeert de leiding totale controle te houden over de leden. Ze hebben constant macht over je. Ze weten constant wat je doet, wat je denkt. En ze houden je zo gewoon de hele tijd in de gaten. Ze bespioneren je zo, als ik het zo kan zeggen. Hoe komen mensen zover dat ze zich laten hersenspoelen door het werk? Alle leden aanbidden deze vrouw, de Belgische Julia Verhagen, de stichteres. Ze wordt moeder genoemd. Zij is een beetje zoals God. Tegenwoordig als je in een huis van het werk komt en als je vraagt waar is moeder, dan zullen ze zeggen moeder is bij ons. Maar dan moet dat bekeken worden zoals vroeger die prentjes aan de muur hingen. God is hier of God ziet u. In de jaren 30 stichtte ze deze ondergrondse beweging omdat ze bang was dat het communisme de katholieke kerk zou vernietigen. Moeder ziet zichzelf nog steeds als redding van de kerk. In de kapel in Bregenz is het graf van de inmiddels 86-jarige al aangelegd. Ja, zij wordt echt vereerd als een heilige. Dat zie je in ieder huis. Er zijn wat foto's met kaarsen en bloemen bij haar. En, ja, zo gauw als je moeder ontmoet, dat is een hele eer om moeder te mogen ontmoeten en om een kruisje van haar te ontvangen. In Rome staat het werk hoog aangeschreven, omdat de leden kiezen voor een radicaal gelovig leven. Toch wil het werk niet officieel erkend worden, want dan zou de beweging haar doen en laten moeten verantwoorden. Wel zijn er priesters en bisschoppen bij het werk betrokken. In Limburg is deken van Galen verantwoordelijk voor de beweging. In een persverklaring laat hij weten: een verzoek om reactie is momenteel een weinig renderende zaak, gezien tot hiertoe de stellingnamen opnieuw belachelijk werden gemaakt in de media. Andere dekens vroegen bisschop Wiertz van Roermond om een kerkelijk onderzoek naar het werk. Ook hij wil niet voor de camera reageren, maar in een brief aan zijn geloofsgemeenschap laat hij weten: het mag hier wel eens gezegd dat de beschuldiging van sekte echt ten onrechte is. In België wordt het werk wel onder de loep genomen. Er komt een parlementair onderzoek. Op het Onze Lieve Vrouw Lyceum in Genk bleek onlangs hoe gehaaid de beweging aan nieuwe leden probeert te komen. Tot woede van ouders probeerde de godsdienstleraar Korstjens meisjes te ronselen voor het werk. Ze werden hier, in het klooster van Merkelbeek, uitgenodigd voor bezinningsdagen. Vervolgens werd geprobeerd ze te overtuigen van hun roeping, toetreden tot het werk. In Bregenz blijft ook de volgende dag de deur gesloten. Goed. Ik kom voor de fabriek in Walertijd in Bregenz. Bitte schön. Sprechen Sie Deutsch, Jeanne-Marie, Polizei. De politieman maakt ons duidelijk dat het werk er niet van gediend is dat we opname maken. Es will niemand, dass Sie filmen hier. Ik muss es Ihnen überlassen. We doen nog een laatste poging om iemand te spreken te krijgen. In het plaatsje Au leidt het werk een klein ziekenhuis. Is goed.
De zuster is heel vriendelijk, tot we haar confronteren met kritiek op het werk. Ik weet hoe het is om in dat werk te zitten. Ik weet hoe het aanvoelt. Wie man in die macht dat werk is. Ze moeten toch ook alles opschrijven wat ze niet maken, of? Ganz verantwoording afleggen. Einen schönen Tag noch, gell? Bitte sehr. Ich meine, Sie wissen auch, dass Sie dieses Gespräch gegen Ihr Verantwortlicher abmüssen, oder? Het zijn die drie pijlers die gewoon heel belangrijk zijn. Dat is niet redeneren, niet discussiëren en niet kritiseren. En dat doet zij ook. Zij gaat geen kritiek leveren of redeneren wat er nu gebeurd is, want dat mag niet en dat doet ze niet. Daar is ze in getraind om dat ook niet te doen. Dat is helemaal weg, dat vermogen om te kunnen redeneren of te kunnen discussiëren. Dat is weg, dat bestaat niet meer. Dat heb je ook niet meer. Ja, dat is echt moeilijk. 4 jaar lang werd Patrick Grothuès onderworpen aan de strenge regels, de psychologische druk en manipulatie. Hij wist te ontkomen door ingrijpen van zijn familie. Hij heeft zijn vrijheid weer terug. Vaak van binnenuit naar buiten heb gekeken, gewoon met het idee van ja, wat doe ik hier en wat moet ik hier in godsnaam? En nu sta je gewoon lekker aan de buitenkant. Maar, ja, stel, daar zit dus nu op dit moment iemand binnen die denkt van, kon ik er maar uit en hoe moet ik eruit? Ja. Dat is een heel beangstigend gevoel, denk ik. Vind ik. Ja. Aldus Patrick. Dit was Netwerk op vrijdag 4 oktober. Zondag zijn wij er weer. Goedenavond.